Nou, u wilde bijzonder en apart. En dat gaan we u ook geven, bijzonder en apart. Mega Spileo uit Achaia, Griekenland. Een wijn met een hele bijzondere signatuur. De eerste wijngaarden hier werden geplant in 1550. Dus dat is bijna 500 jaar geleden. Maar nog ouder dan de wijngaarden is het klooster zelf, dat al in de 4e eeuw werd gesticht door de monniken. En trouwens, er wonen nog steeds monniken. Mega Spileo als wijn. Nou ja, zoals gezegd, uitdagend en bijzonder. Het is een blend van... ik moet ook even kijken. Malagousia, Assyrtiko, dat is wel een veel bekendere druif in Griekenland. En een klein beetje Chardonnay. En het grappige is alleen, de Chardonnay rijpt op eikhout. Dat is maar iets van 20%. Maar heeft een behoorlijke invloed op de hele stijl van de wijn. Het is vooral in zijn neus heel exotisch. Veel verse witte bloemen. Maar ook nectarien en basilicum als kruiderij. Kokos. Echt een hele spannende combinatie van aroma's. Wat wel heel mooi harmonisch in de wijn gevat zit. En het mooie is waar de wijn in de neus dan veel van dat gele fruit en exotische tonen heeft. Daar is het in de middenmond in eerste instantie, in eerste aanzet is het mooi slank en levendig en heel veel fraîcheur. Waarna dan toch dat fijne exotische fruit zich weer laat gelden met een behoorlijk lange finale. Zeer opvallende wijn. Culinair wat moeilijker inzetbaar door zijn rijkdom. Maar dit zou het fantastisch doen bij gekruid Aziatisch eten. En dan bedoel ik geen Chinees, maar dat is vaker zoet. Maar echt de kruidige kant, de Indonesische kant. Maar ook met een plateau rijpe loopkazen doe je jezelf hier een enorm plezier mee.